Europese aardgasproductie zal de komende jaren geleidelijk afnemen. Maar de vraag in Europa stijgt. We moeten dus meer importeren. Wij doen er alles aan om die neergang zeg maar, zo lang mogelijk uit te stellen. En het blijkt, zeker in het geval van NAM, dat we daar ook succesvol in zijn de laatste jaren. We kunnen aantonen dat de productie uit onze kleine velden nauwelijks gedaald is. Juist door het invoeren van innovatieve nieuwe technieken. Hoe je naar die duurzame toekomst kijkt, is toch dat het aanbod van energie en de vraag naar energie, die moeten op elkaar aansluiten. Aangepast worden. En dan heb je een aantal flexibele brandstoffen voor nodig. Nou, er zijn nog aan de stroomkant zijn er nog problemen met opslag van elektriciteit. Helemaal elektrisch gaan is misschien ook niet logisch vanuit de kosten van vervoer van energie. Hè. Als je dat elektrisch gaat doen, dat kan wellicht goedkoper als je dat vervoert via gas. Dat wil zeggen dat die periode naar 2050, die kan je op verschillende manieren voorstellen. En ik denk dat Nederland gezien zijn traditionele, maar ook zijn sterke positie in gas, toch ook kiest om die verduurzaming ook via de gasroute te laten lopen. Het mooie van Nederland is nou dat wij op beide terreinen mee kunnen spelen. We kunnen zorgen dat wij die opening naar Europa zijn waar LNG en gas uit van alle kanten binnen kan komen en verder door Europa gedistribueerd wordt. Maar we kunnen ook nog door goed te investeren heel veel Nederlands gas op de markt gaan brengen de komende jaren. Op dit moment zo'n 30 miljard kuub gas uit kleine velden. Nou, als je alleen maar naar de plaatjes kijkt op een statische manier, dan zie je dat het terug gaat lopen en dat het over 10, 20 jaar niet veel meer voorstelt. En de ambitie van de gasrotonde maakt het nou juist ook mogelijk om te zeggen, nee, we gaan dat niveau van 30 gaan we nog lang vasthouden. Gaan we nog tot 2030 in elk geval mee door. Nou, dat is een geweldige kans. In opdracht van het ministerie van ELNI heeft de Engelse Brattle Group onderzoek gedaan naar de economische impact van de gasrotonde voor ons land. De Brattle Group voorspelt de komende 10 jaar extra economische activiteit van zo'n 21 miljard euro en 13.600 extra banen. Ter vergelijking, alleen al de aardgasproductiesector is op dit moment goed voor 16.500 banen. Brattle wijst ook op benodigde investeringen van 7,7 miljard euro. Onder andere in putten, leidingen en in opslag. Bergermeer bijvoorbeeld moet de grootste opslag van Europa worden. Bovendien gaat het om investeringen in LNG-terminals in Rotterdam en Eemshaven. Investeringen in de positie van Nederland als gasrotonde. Met een grote impact op onze economie. Ik denk dat het goed is dat zowel overheid als de industrie de voordelen van gas en wat het Nederland heeft gebracht best mag onderstrepen. Het ook kan onderstrepen wat voor functie dat heeft, ook richting die duurzame economie, omdat mensen daar toch zich ook zorgen over maken van hoe dat dan moet plaatsvinden. Nederland hoeven wij ons niet bezorgd te maken over de mogelijke verkoop van ons eigen gas. We zijn wel degelijk in staat om dat gas op een goede manier en economische manier te produceren. We zullen dat blijven doen. We zullen dat doen in concurrentie met ander gas, maar ik heb er geen zorgen over dat we dat niet zullen kunnen doen. Ja, aardgas is een belangrijk onderdeel van de totale energiemix, ook voor de komende jaren in Nederland, misschien voor de komende decennia. Dat heeft te maken met een aantal eigenschappen van aardgas. Voor zover wij weten is het overvloedig aanwezig in de komende tijd. Sommigen zeggen 250 jaar. Ten tweede is aardgas relatief goedkoop. Ten derde is aardgas relatief schoon, de schoonste van alle fossiele brandstoffen. En ten vierde is aardgas een perfecte aanvulling op groene energie, omdat het zo flexibel gebruikt kan worden. Kijk, als je niet op een concurrerende manier gas kan produceren, dan moet je het niet doen. Dit is geen sector die leeft van subsidies. Dit is een sector die leeft van gezonde business. En wij zijn in Nederland dankzij de goede infrastructuur en het kleine veldenbeleid in staat om gas op een concurrerende manier te produceren. Tegen prijzen, tegen kostprijzen die het internationale prijsniveau aankunnen. Sterker nog, we kunnen er ook nog aan verdienen. Dat levert gasbaten op. Dus het is geen bedreiging, maar het is een hartstikke belangrijke aanvulling. Dit was Aardgas Update voor vandaag. Deze keer over Nederland als gasrotonde voor Europa. Bekijk ook de andere afleveringen van dit programma. Bijvoorbeeld over onze aardgasvoorraad of over groen gas. Dat zijn onderwerpen die ook ter sprake komen op het Nogepa-symposium over de rol van aardgas in de energiemix van 2030.
met onder andere Jeroen van der Veer over de topsector energie en Diederik Samson met zijn visie over de rol van gas. Het symposium wordt gehouden op 29 september in Den Haag. Tot ziens!